Nou, we staan hier aan de overkant van de tramkade. Daar hebben we de mengfabriek en we staan hier aan de Dieze in de stad Den Bosch. En ik heb inderdaad onderzoek gedaan naar de inzetbaarheid van de enorme silo's die hier staan. En ik heb onderzoek gedaan naar seizoensopslag, waardoor we door middel van zout warmte kunnen opslaan in deze prachtige beschilderde silo's. De mengfabriek is 1909 gebouwd en was vroeger een mengvoederfabriek. En we willen graag de silo's, die ze toen ook gebruikt hadden om het mengvoeder op te slaan, willen we nu inzetten voor de warmteopslag. Om daar door middel van zout, het drogen van zout, warmte in op te slaan, zodat we dat kunnen gebruiken voor in de winter. Nu stoken we nog op gas, maar we willen graag van het gas af. Dat betekent dus dat we op een duurzame manier warmte moeten gaan opwekken om hier de mengfabriek te verwarmen. Nou, hier staan we bijvoorbeeld onder een paar silo's. Je ziet de oude stortzakken nog. Het is super industrieel, daar moet er ook echt wel wat aan gedaan worden. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn om dit in te zetten. En het heeft natuurlijk super veel potentie en kansen. Nou, de silo's waar we net stonden hebben een capaciteit van 2400 kuub. Deze enorme silo's waar we hier staan, dat zijn de grootste silo's die we hier hebben op de tramkade. Bevat een capaciteit van 300 kuub per silo en daar hebben we er maar liefst 21 stuks van. Dus daar willen we ook de zouttechniek op toepassen. Nou, hoe werkt die zouttechniek nou? Het is eigenlijk heel simpel. Het is het dehydrateren en hydrateren van zout. En op deze manier kan er warmte opgeslagen worden. Dit is een techniek die ontworpen en bedacht is en onderzoek naar gedaan is door TNO. En TNO wil ons helpen om dit ook op grote schaal te verwezenlijken. Nou ja, één zo'n grote silo is goed voor 300, een capaciteit voor 300 kuub. En dat zou genoeg zijn om onze mengfabriek te verwarmen. Nou, dan hebben we nog 20 silo's over. En die kunnen ingezet worden om bijvoorbeeld de wijk het zand, wat heel druk bezig is met van het aardgas afkomen, om die in te zetten om die wijk te verwarmen. Drie partijen binnen de mengfabriek willen de kar trekken en hebben het initiatief genomen om de zoutbatterij te verwezenlijken. Daar is nu onder andere TNO als kennispartner bij betrokken, maar ook Wijk het Zand is onderdeel van het projectteam. Nou ja, daarnaast is de gemeente Den Bosch erg enthousiast over dit initiatief. En ik hoop hier over een aantal jaar te staan naast een enorm grote warmtebatterij, zodat de mensen binnen de mengfabriek warmtjes bij kunnen zitten deze koude maanden.